In het vernieuwde Volendams Museum vieren ze 75 jaar vrijheid. Wij vieren het vandaag met ze mee. Volendam, destijds een kleine buurtschap van boerenvissers, tot een hedendaagse bruisende ontmoetingsplaats en poptempel. We houden ons vandaag bezig met de vissersplaats die Volendam altijd is geweest. We zien klederdrachten die tijdens de bevrijding zijn gedragen en een heuse Canadese legerharley die is gebruikt tijdens de bevrijding van Amsterdam. Het Botterstraatje toont vier authentieke interieurs, waaronder een feestelijke herberg en een fotozaak. Het ziet er allemaal kunstig en smaakvol uit. Met een schriftelijke uitleg erbij krijgen we een goed beeld van het leven van toen in Volendam. Dan komen we in de visserijzaal. Hoofdobject in deze zaal is het naar de originele bouwtekening nagebouwde vooronder van de Volendammer kwak, de VD-222. Normaal woonden de vissers in het vooronder, maar in de oorlog werd het volgestouwd met aardappelen om vanuit Friesland de Amsterdamse ziekenhuizen van eten te voorzien. Wat een mooi verhaal zit hierachter. De oude komzaal toont niet alleen huiskamertaferelen, maar ook een keuken en garnalenpellers. Zij waren de armsten uit de gemeenschap. Voetbalclub FC Volendam maakte bij promotie gebruik van de heen en weerboot gedurende een tocht door Volendam. Het zal vast en zeker een geweldig festijn zijn geweest. In het jaar 1947 begon een kunstzinnige Volendammer als huisvleit met het verzamelen van sigarenbandjes. Met ruim 11 miljoen sigarenbandjes is het uitgegroeid tot een unieke verzameling mozaïeken, bezienswaardigheden en decoraties. We beginnen er zelf toch maar niet aan. Sinds 1995 vormt het sigarenbandhuisje een van de hoofdattracties van het Volendams Museum. En is het een wereldbefaamde bezienswaardigheid. Hier nemen we niet alleen afscheid van het museum, maar ook van het historische, maar ook zeker toeristische Volendam. Een mooi stukje Nederland.